Yo, Nintendo fans! De laatste tijd vraag ik me een beetje af wat ik moet uploaden. En toen bekeek ik de video's op mijn YouTube-kanaal. En kijk deze sicke views van Paper Mario en de Origami King. Jullie vonden dat vet, hè, Paper Mario? Dat is mooi, want er bestaat nog een Paper Mario game. In de Nintendo 64-collectie heb je namelijk deze Paper Mario. En ik ben er ook weer. Wat, Piet? Dat is lang geleden. Wat doe jij hier? Vragen om duimpjes omhoog. Oké. Duimpjes omhoog voor Piet en voor Paper Mario. En vergeet niet te abonneren. Dankjewel. Daar gaan we. Dit is Mario's huis. En Mario krijgt een brief in de bus. Van een of andere vliegende Koopa Paratroopa. Oh, en Luigi doet de deur open. Ik dacht dat dit Mario's huis was. Maar blijkbaar is dit Luigi's huis. Oké. Of gaat Luigi gewoon even de post halen voor zijn broer? Luigi zegt: hey Mario, ik heb een brief van Princess Peach. En oké. Dankjewel, Luigi, voor het brengen van deze brief. Oh, Luigi gaat hem voorlezen. Oké, laten we kijken. Ik geef een feestje bij mijn kasteel vandaag. Mario en Luigi, ik zou het super leuk vinden als jullie erbij zijn. Er komen heel veel gasten van heel ver weg. Die willen jullie ontmoeten. Er zijn allemaal lekkere hapjes. Entertainment. En ik hoop dat je komt, vraagt Princess Peach. Daar gaan we hoor. In de buiten. Oké, we gaan gewoon gelijk, hè. Als Princess Peach het vraagt, dan gaan we gewoon gelijk daar naartoe. Eens even kijken waar we uitkomen. Daar is Toad. Wajo, what up Toad? Zijn we al in het dorp? In het goede dorp? Volgens mij is dit een kasteelmuur inderdaad. Wat is dit joh? Waar gaan we helemaal naartoe? Ja, als het goed is gaan we naar het kasteel. Naar het feestje. We lopen gezellig samen langs de fontein. En daar is het. Ja hoor, daar is het. Oh, er zijn ook een paar boze Toads hier. Luigi zegt, wat een mooi kasteel. Ik raak nooit gewend hieraan. Het lijkt erop dat er inderdaad al heel veel gasten zijn. Yo, ik zie daar ook Toadetjes. Princess Peach wil jou heel graag zien, Mario. Ze is rusteloos. Haha, hoe schattig. Oké, nou, dan gaan we even door de deur. Hallo, oude Toad meneer. Goeiedag, Mario. Ik ben de minister van de Princess Peach haar kasteel. Leuk dat je er bent. We voelen ons veilig als jij er bent. Ja, de toekomst zie ik wel rooskleurig in. Peach, waar ben je? Ik kom je helpen met je leidingen, want ik ben tenslotte een loodgieter. Hallo, Peach, ben je hier? Oh, de muziek wordt al wat zachter. We kunnen door de ramen naar buiten kijken. Pompidompidom. Ja, daar is Peach. What up, Peach? Oh, Mario, je bent op mijn feestje gekomen. Je bent zo lief. Dank je wel. Met een hartje. Ik was net een beetje aan het uitrusten, want ik was een beetje moe. En dat komt omdat ik alle gasten al welkom heb geheten. Maar niemand zal ons hier storen. Hier kunnen we gewoon relaxen, een beetje praten. Gewoon wij samen. Ja, dat kan. Waar is Luigi trouwens? Luigi was toch ook mee? Heb ik nou gewoon mijn broer gedumpt? Ik dacht bros before... Nou, die zin zal ik niet afmaken. Maar ik dacht dat... Ik vind het heel raar dat ik mijn broer niet meeneem. Anyway, Princess Peach vindt het een hele leuke dag. En vraagt of wij meekomen met haar. Oh, ja, dat waren wij van plan. Maar alles begint te trillen. De grond begint te trillen. Het gaat helemaal fout. Bomen vallen om. Oh nee. Is het weer, Bowser? Het kasteel stijgt alweer op. Oh. Ja. Is het Bowser's kasteel? Nee, dit is niet Bowser's kasteel. Dit is Bowser's vliegtuigding. En nou, we worden helemaal meegenomen. Maar gelukkig is Mario in het kasteel, hè? Gelukkig wel. Mario kan altijd helpen. Daar gaan we. Holy moly, dit ziet er niet goed uit. Waar zijn we? We zijn nog helemaal in de ruimte, joh. Mario is ook volledig in paniek. Nou, misschien kan Luigi dan toch helpen. Peach vraagt of we oké zijn en... Wat was dit? Wat heeft ons meegenomen? Paniek! Oh nee, Mario, het is nog steeds overdag, maar ik kan de sterren al buiten zien. Oh my gosh. Was dat? Dat was sowieso Kamek en... Oh, Bowser. Ja, ik dacht even, was het Bowser Jr.? Oh, dit is de moeder van Kamek, zo te zien. Bowser, ik heb je lang niet gezien, Princess Peach. Pak hem! Dat is meestal pas aan het einde van de game, Pieter. Nog even geduld. Hey, en trouwens, ik dacht dat jij ook een slechterik was. Je bent zelf een slechterik, Rick. Dit grapje heb ik nog nooit gehoord. Mag ik een duimpje omhoog als je dit ook een slechte grap vond? Peach zegt, Bowser, jij hebt dit gedaan, hè? Jij bent de schuldige. Wat heb je nou weer gedaan? En Bowser die lacht alleen maar. Aha, ja, dat was ik. Ik heb de kasteel helemaal in de lucht omhoog laten gaan. En Bowser die lacht en die zegt, ja, dat was ik. Ik heb het kasteel omhoog laten gaan. En jouw kasteel staat nu op mijn kasteel. Dat had je niet verwacht, hè? Ik controleer dit kasteel nu. Jullie zullen mij gehoorzamen. Nou, dat denk ik mooi niet. Bowser zegt, wat?
wat is dat, Mario? Wat een schok. Ah, niet echt. Ik had al verwacht dat jij hier was. Precies op tijd en net zo irritant als altijd. Maar dit keer is er niks wat jij kan doen, Mario. En Peach die zegt, heb je je lesje al niet geleerd, joh? Je kan Mario nooit verslaan. Waarom geef je het niet gewoon op? En Bowser die zegt, ja. Ik heb mijn problemen gehad in het verleden. Maar nu is alles anders. Deze keer ga ik winnen. Nou, dan moet ik dan nog maar eens even zien. Dat denk ik niet, vriend. Oké, sterke jongen. Hier gaan we. Oh shit, we gaan gewoon battelen. Mario, je kan dit, zegt Peach. Nou, Mario begint te springen. Ik kan alleen maar op zijn hoofd springen, zo te zien. Let's go. Op je bakkes. Hoppa. Oh, Bowser. Auw, jongen. Wat begin je mij te slaan, joh. Niet oké. Hier, ik spring nog een keer op je bakkes. Ja, dan ga jij mij zeker weer slaan. Ontwijk hem, Mario. Ontwijk hem. Potverdorie. Bowser zegt, Mario, je bent altijd maar aan het vechten. Je bent net als een stekel. Van een doorn in mijn zij. Maar vandaag gaan jouw zielige aanvallen mij niet verslaan. Hij heeft een toverstokje. Die heeft hij gestolen. Die heeft hij gestolen uit de sterrenhemel. En het is de sterrenstok. Want toverstaf ding. Ziet er wel gek uit. Bowser met zo'n blij ding in zijn klauwen. Met deze toverstok kan ik elke wens doen die ik wil. En als ik hem gebruik dan word ik sterker. En dan kun jij mij ook niet verslaan, Mario. Oké. Oké, dit is gewoon vals spelen. Ik bedoel, in Mario Strikers mag je vals spelen, want er is geen scheidsrechter. Scheidsrechter? Praat normaal! Ja, sorry, ik verspreek me ook wel eens, jongen. Ga jij nou maar weer gewoon lekker aan de kant? Wat vind je daarvan, Mario? Oh, ja, je bent nu een soort van superster Bowser. Oh, je geeft me ook gewoon gelijk een keiharde klap. Laat me een item gebruiken. Ik kan alleen maar op zijn hoofd springen. Dit is niet oké. Ik denk niet dat... Auw, ik kan hem zelfs niet meer raken. Potverdorie, dit gaat helemaal fout. Bowser maakt Mario kapot. Niet doen. Kom op, Mario. Pak hem. Nou, nog één klap en dan ben ik gesloopt. Bowser die zegt, ja, dit had ik al verwacht, Mario. Nu kan je me echt niet aan. Dit is het einde. Wel trusten, Mario. Slaap lekker. Holy moly, vuur op mijn bakkes. Oké, Luigi. Help. Peach zegt, nee, Mario, sta op. En Bowser die lacht zich kapot. Die zegt, ja, ik heb het eindelijk gedaan. Ik heb eindelijk Mario verslagen. De oma van Kamek die feliciteert Bowser er ook nog even mee. En Bowser zegt, zolang ik dit ding heb, deze toverstaf, kan niemand mij stoppen. Nou. Nu gooi ik Mario even weg. Hij heeft nou toch geen nut meer. Oh, dat ga je doen met je toverstokkie? Oh my gosh, ik... No! Nee, Peach, sorry. Oh, nee. Oh, shit. Wie zijn dat? Zijn gewoon ijzeren Koopa Troopas of zo. Ja, dit is best een verre val zo vanuit de ruimte. Dwars door de wolken heen. Dit gaat niet goed. Paper Mario is officieel begonnen. De allereerste Paper Mario. En ik vind het superleuk. Want ik heb deze nog nooit gespeeld. Dus de eerste keer dat ik hem ga spelen. Nou, hopelijk vind jij dit ook vet. We worden wakker. In het bos. Wel een mooi kleurrijk bos. Ik hoop dat ik wakker word. Voorlopig lig ik nog te slapen. Want het was best een verre val eigenlijk. We zien daar de sterretjes. Zijn dit sterretjes van Rosalina? Of zijn dit sterretjes van Kirby? Of zijn dit... Ze zien er wel allemaal anders uit trouwens. Ik denk dat deze sterretjes nog een belangrijke rol gaan hebben in dit verhaal. We zien een zeemansster. Een oude wijze ster met een snor. Een vrouwtje met een soort van springtouw. En het sterretje zegt... Oh nee, hij is echt gewond. Maar ik denk dat hij er wel bovenop komt. Maar Bowser heeft de sterren toverstaf. Hij is misschien wel krachtiger dan Mario. Het is hopeloos en alles is verloren, zegt de ster met de snor. Niet. Ik leef nog. De oude wijze ster zegt iedereen rustig aan. Zolang we bij elkaar blijven, is er altijd hoop. Ons lot ligt in Mario's handen en we moeten proberen om hem weer tot leven te wekken. Iedereen, help hem. Stuur Super Mario jouw kracht. Daar gaan ze. Krijg de supersterrenkracht van alle sterren uit de hemel. En de opperster met snor zegt... Dat is alles wat we voor nu kunnen doen. Mario, alsjeblieft, sta op. Alsjeblieft, get up. Heeft het gewerkt? Staan we op? Wat is dit voor Goomba? De Goomba die zegt... Ja, het leek er echt op alsof iemand hier neer is gevallen. Waarom vallen we in elke Nintendo game gewoon uit de lucht op onze bakkers? Dat gebeurt de laatste tijd heel vaak. Dat gebeurde vroeger blijkbaar ook al heel vaak. In ieder geval vraagt Goomba zich af... Wie is dit? Hallo, word jij eens even wakker? Dit rode shirt, deze pet, deze snor. Dat lijkt op de enige echte Mario, maar dat kan toch helemaal niet? Dit, de echte Mario? Hé, word wakker, kom op! Oh nee! Nee, hij wordt niet wakker. Ah, paniek. Ah, nee. Word wakker, Mario. Maar Goomba's zijn toch de vijanden van Mario? Waarom wil je dat ik wakker word? Oh, wat ga ik doen, zegt de Goomba. Papa, Goomba, Goombario.
Ze haalt de vader er even bij. Oh, wat lief. Verzorgen jullie Mario gewoon? Daar is de wijze ster met snor. Die vraagt aan mij, kan je hem horen? Ik ben de oude ster, een geest van een ster. En ik moet jou iets heel belangrijks vertellen. Het gaat over de prinses en over heel het Mushroom Koninkrijk. Maar ik heb niet de kracht om hier met jou te praten. Mario, je moet naar de Shooting Star Summit, oftewel de bijeenkomst van de vliegvallende sterren. De vliegende sterren, wou ik zeggen. De vallende sterren. Alsjeblieft, Mario, wij wachten daar op je. Nou, Mario, je hebt nou lang genoeg geslapen. Tijd om op te staan, jongen. Kom op, wakker worden. Hup, uit bed. Ja, goed zo, top. Yes, ja, en we gaan naar buiten. Dit is wel een gezellig kamertje. Hey, een toad! Die zegt, oh Mario, ik ben zo blij dat je wakker bent. Je hebt dagenlang je ogen niet geopend en iedereen was zo zenuwachtig en nerveus. Iedereen maakte zich ongerust en... Wat is dit voor plek? Dit is Goomba Village. En dat ligt ten westen van Tooddorp. De enige bewoners hier is een familie Goomba's. De Goomba's in deze familie zijn super aardig. Zij zijn degene die je hebben gevonden toen je bewusteloos in het bos lag. Ah ja, kijk, Mario weet het weer. Oh, en Mario weet wat over de vallende ster met de snor. Tood heeft daar niks van gezien. Die zegt, hier was helemaal niemand binnen. Dat klopt niet. Was het niet gewoon een droom, Mario? Een droom? Nee, natuurlijk niet. Tood weet wel te vertellen dat de sterren in Starhaven wonen. En daar moeten we dus blijkbaar nu naartoe. Anyway, Tood. Is blij dat we er weer zijn. En de Goomba's zullen vast blij zijn als we hun ook even bezoeken. Nou, dan gaan we dat even doen, Tootje. Dankjewel. Goomba's, bedankt dat jullie mijn leven hebben gered. Hallo. Dankjewel. Deze vindt het zo leuk om mij te ontmoeten en is heel blij dat ik wakker ben geworden. Dat was zo ongerust. Hallo. Jij bent cool. Een Goomba met een pet. Die zegt, hey Mario, ik ben Goombario en ik ben jouw grootste fan. Ik wil jou heel graag ontmoeten. Deze Goomba's zijn wel bazen. Maar deze Goomba heeft mij gevonden. En ze zegt, Mario, je ziet er al beter uit. Ik ben zo blij. Super gezellig, jongens. Super gezellig. Oh, hier loopt er nog één. Howdy, Mario. Voel je je al beter? Rust maar een beetje uit in ons huis. Oké, let's go. We gaan even naar binnen. Wat een heldin. Oma Goomba. Oh, Mario, hallo. Je mag mij een Goomba noemen. Ik ben een Goomba-oma. En zo ben ik aan deze naam gekomen. Heb je al mijn kleinkinderen al ontmoet? Zijn ze niet lief? Vooral de kleine Goombario. Oh, dat is een meisje. Oma zegt ze lijkt namelijk op mij toen ik nog klein was. Oké, Goombario, chill. Eens even kijken wat we hier vinden. Oh, hallo. Dit is Goomba. Ja, Goomba. We moeten hem later pas de details geven. Hij is gewoon hier de veranda aan het maken. Hij is hard aan het werk. Oké, Goomba. Doei. Succes. Nou, volgens mij hebben we iedereen nu wel ontmoet. Oh, what up? Oh, Mario. Mijn vader die was naar jou op zoek. Hij heeft het hek gemaakt. Dus nu kan je naar Toadstad en naar de Shooting Star Summit. Dus ja, man, inderdaad. Laten we dat doen. Maar dat gaan we lekker doen in de volgende aflevering. Ik heb het nu al heel erg naar mijn zin. Paper Mario Game. Games zijn echt super vet. En als jij dat ook vindt, knal die duimpjes omhoog. Hè. Vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan, want dan mis je geen enkele nieuwe Paper Mario video. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!